Ben jij het nou ook zo zat dat je keukenkastjes helemaal vol staan met allerlei losse potjes vitamines? Vind je het überhaupt moeilijk om een keuze te maken? Welke vitamines heb ik nou weer nodig? Dan heb ik een oplossing. Your Daily Health Pack. Vul online een vragenlijst in en krijg hem op maat samengesteld pakket. Supplementen van de hoogste kwaliteit en goed opneembaar. Met wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Met makkelijk afscheurbare strips, dus goed mee te nemen op reis of naar school. En omdat jullie trouwluisteraar zijn van Even Relativeren de podcast, krijgen jullie een kortingscode. Wil je een eenmalige bestelling doen? Gebruik dan kortingscode KAI15. Wil je een abonnement afsluiten? Gebruik dan kortingscode KAI15ABO. Ga naar www.yourdailyhealthpack.com en get healthy. Succes! Tony Media. Luister, wij moesten door die moordenbak heen, dit en dat. En dan zie je mij volgens mij jouw been schrobben of iets. Ja. Het was een onmogelijke taak. We hadden een half uur om alles schoon te maken. Dat roep je op een gegeven moment ook nog. Het was niet te doen. Het was gewoon niet te doen. Jij krijgt het daar voor elkaar om ons twee aan een touw nog uit dat bad te rossen. Dat ik gewoon dacht, wat vreet jij, weet je? Alleen maar koolrapen en groentesoep van Mark. Ja, groentesoep. Ja. Nee, maar ik vond dat absurd wat was daar absurd, nog. Was absurd. Want wij zijn ook niet fit. Ik bedoel, ook allebei redelijk getraind. Iets ouder dan hem, maar dit was niet normaal. Dit is niet normaal. En hij zei, luister, als dat touw neergaat, stopt het hier. Ja. En dan gaat er niemand winnen. Ja. Maar dan stoppen wij er ook gewoon mee. Dan is het klaar. Besef toen, hoe ver we waren en als ze dat dan tegen je zeggen. En toen ging er een knop om, zeg maar. En toen wisselden we elkaar af. Toen zei hij, ik kan niet meer met mijn knieën. Begon Don. Hey, Don, doe het voor je moeder. Doe het voor je moeder op je nek. Jij en ik hebben het opgegeven. Wij zaten op een gegeven moment zo tegen die scherp aan van, dit kan niet. En ik zeg tegen Mark, Mark, wat ben je aan het doen? Ik zeg, je komt er niet doorheen. En dan zag ik jou weer met al je laatste kracht zo'n wortel proberen. Zo plam en dan weer die woest. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Relativeren de podcast. En deze keer zitten we hier aan tafel met twee gasten. Dat zijn toch wel mijn broers geworden. Band of Brothers, drie musketeers. Jongens, welkom Donnie en Mark. Dankjewel. Dank je. Hoe is het om elkaar weer zo te zien? Ja, nou, Mark had ik al eerder gezien. Ik zie jou eigenlijk voor het eerst nu echt weer. Echt, hè? Ja, ik heb alles gemist. Ik heb de viewing gemist. Waar hebben jullie elkaar nog vaker gezien dan? Bij die André Hazes. André Hazes. Torture. Daar gaan we overal naartoe, hè? Ja. En er was een soort leerfeest waar we naartoe waren met z'n tweeën. Je kwam ook nog een beetje moeilijk binnen lopen. Ja. Hey mannen, goed jullie weer te zien. Op het moment dat we dit opnemen, zijn we bij aflevering 5. Op het moment dat we het uitzenden is alles geweest. Dus we kunnen alles bespreken vandaag. Gelukkig. Maar toch even gewoon omdat het de heat of the moment is. Gisteren was de aflevering, Mark, dat jij volledig door de mangel werd gehaald. Ja. En ik heb zitten kijken. Ik verblijf nu bij mijn moeder. En mijn moeder was echt, die zat bijna te janken. En die zei echt, als jij dit was geweest, als je moeder zijnde, had ik nu echt, ik had het echt moeilijk gevonden. Hoe was het voor jou om dat terug te kijken? Ja, heel intens. Ja. Ik vond het echt heel intens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik überhaupt elke dinsdag een soort spanning in, ik weet niet hoe jullie dat hebben, in mijn buik voel. Omdat wij dus niks zien, weet je, van tevoren. En ik wist dat dit eraan zou te komen. Ja. Dus ik vond 4 en 5 echt, dat waren echt hele pittige afleveringen voor me. Kijk, wij wisten dat hij werd aangepakt, maar ik wist niet dat het zo heftig was. Ik had het daar op dat moment eigenlijk dat niet. Dat hij bij het verhoor zat, bedoel je? En dat verhoor hebben wij natuurlijk sowieso niet gezien, maar ook niet, zeg maar, wij zijn er wel, maar je bent er ook niet. Ja. Je bent moe en je bent vooral met jezelf bezig en je pijntjes. En ik wist wel dat zij hem moesten hebben, maar dit, hoe het nu zo op televisie overkwam, dat was heftig, man. Ja, nee, maar vooral toen jij ook dat verhoor uitkwam. En dat zie je daar ook op het moment dat wij daar staan. En dat je echt, dan wil je taken geven, maar je krijgt het er maar gewoon niet uit of zo. Half kotsend, huilend ben je het aan het vertellen. Dat we echt moeten zeggen van, neem even een hap adem. Toen dacht ik wel echt van, shit, maar hij zit er wel echt doorheen. Ja, het was niet normaal. Maar ik heb mezelf dus ook nog nooit zo gezien. Nee, ik heb me echt nog nooit zo gevoeld. Hè? Want ik heb best wel, zeg maar, wat dingen meegemaakt. Ja. En nou, dat weten jullie ook met die overvallen en scheidingen en weet ik veel. Maar ik had geen grond meer onder mijn voeten. Gewoon alles was weg. En ik was radeloos, reddeloos. Ik wist gewoon van voor niet meer wat ik van achteraan het doen was. Maar kan je nog, als je nu incheckt met dat gevoel, kan je het nog een beetje beschrijven? Ik ben, radeloos, reddeloos. Ja. Ik was echt helemaal de weg kwijt. En dat heb ik echt nog nooit gehad.
Het begon volgens mij bij het moment dat ze die bommen gooiden. Wij moesten het bos redden. Dat was onmogelijk, want we hadden een hoofdlampje op. Maar je kon nooit meer al je spullen terugvinden. Ja. Maar ik vond eigenlijk dat je dat daar nog goed deed. Jij was eigenlijk de enige die zei niet in paniek raken. Wij maar weg, dat bos in. Luister, kijk, dat is het hele ding. Dat is mooi. Hè? Dus we zien ik zie dit programma. Dan zie ik in aflevering 3 zie ik al een horloge om mijn arm zitten. Dan ben ik al die kandidaat van dienst, weet je wel. Maar het komt in het ding pas in aflevering 5 naar voren. Of 4, maar maakt niet uit. Ik ben 2 dagen lang helemaal kapot gemaakt door die gasten. Klopt, echt waar, want toen wij die patrouille liepen, kreeg ik hem ook op mijn flikken. Ja. En jij, haar been ligt eraf, jouw schuld. Toen werd ik al gek. Maar daardoor had ik het toen geleerd. Want we kregen al die lijstjes. Wat moet je doen als er een stresssituatie is? Ja. Dus ik hoor mij nog, terwijl wij nog met die vis half in onze waffel stonden. Jij neemt ook nog die pan mee. Yo. Met broccoli en aardappelen. Hij heeft ze nu nog in de kast liggen. Alle sporen achterlaten. Ja. En ik roep daar nog. Jongens, rustig, want jullie gaan gewoon pang, pang, pang. Ik zie iedereen in één keer wegrennen. Ik denk, shit, krijg ik hem weer? Ik roep hem, bij elkaar, rustig. Ja, maar ik denk, gast, het was gewoon... En al die tenten die we in elkaar moesten schoppen, nog ook met... Klopt. Alles want dat moest kapot, allemaal, weet je. En dat was ook het vervelende, of het, daardoor brak ik ook. Ik was al anderhalve dag helemaal afgemaakt. Ja. Alles was mijn schuld. Ik deed alles fout. Luister, wij moesten door die moordenbak heen, dit en dat. En dan zie je mij volgens mij jouw been schrobben of iets. Ja. Het was een onmogelijke taak. We hadden een half uur om alles schoon te maken. Dat roep je op een gegeven moment ook nog. Het was niet te doen. Het was gewoon niet te doen. Maar je zit zo in dat ding, in hun ding, dat we geloofden alles. Ja. Hetzelfde met Sylvia. Weet je wel, de been ligt eraf. Ja, ze moet opgetild worden. Niet aan dat been, want dat ligt eraf. Weet je wat? Sonny Ketter. We zaten er helemaal in. Dus ook daarin, ik ga niet klagen. Nee, alles kan letterlijk. Nooit. Alles letterlijk. Alles namen we letterlijk. Dus je was al anderhalve dag afgemaakt. En ook de teleurstelling dat dan iets niet lukt. Bijvoorbeeld ook met dat die bommen afgaan. We waren geloof ik in 3 minuten dat en alles opgeruimd was. Ja. En alles sporen gewist. Terwijl ik had net mijn evenemententent staan. Ja, weet je wel. Dat kan niet in 3 minuten, zeg maar. En wij gingen ook een soort van denken van dat moet dan blijkbaar of zo. En als we het niet doen, dan zijn wij sukkels. Het was veel te veel. Dat moment ook, wat nog het vervelende was, wij waren in de volste overtuiging, wij gaan in die tentjes slapen. Ja, klopt. We waren oprecht trots op dat we in anderhalf uur een tent met een bed en een vuurplek en weet ik van gemaakt hadden. Ja. Dus we stonden daar ook soort van te ontspannen. Ja. Nou, toen kregen we hem op ons flikker. Daarna, man, fuck. Als je kijkt, het is sowieso een rollercoaster geweest, maar ze hebben geprobeerd bij iedereen een soort van knop te vinden waar ze op drukken. Ja. En bij jou was het dan eigenlijk... Ik ervaarde dat helemaal niet zo. Dat zie ik nu een beetje in de quotes terug. Er was een moment dat Sander al naar hem toe liep. Dat was denk ik 2 afleveringen voor. Toen lag jij in de voorlichtsteun. En toen kwam hij zo naar je toe. Jij denkt dat je alles kan, hè? Ja. En toen dacht ik, heb ik iets gemist tussen die 2? Maar toen had ik dat nog helemaal niet door. Omdat ik jou... ik vond jou dat helemaal niet uitstralen. Ik vond ook dat je kandidaat was van dienst. Dat deed je in mijn optiek fucking goed. Dus ik snapte die link niet. Nu zie ik terug hoe ze dat in dat programma... eigenlijk erin fietsen, maar dat ook echt... dat was gewoon een wel uitgerekende aanslag op jou. Ze wisten gewoon wat ze gingen doen. Precies wat ze gingen doen. Ze wisten echt, oké, nu is hij aan de beurt. Ja. En ze hadden me zo goed. Helemaal gedemonteerd hadden ze hierin. Echt, En het was wel heel mooi, weet je wel, uiteindelijk. Alleen, ik ben echt nog nooit zo diep gegaan qua emoties, weet je. Ja, nou, het was echt... Ja, we gaan ze zo even allemaal af, want iedereen had een knop. Jij ook, zelfs Donnie. Ik had ook een knop, Maar even terug nog, want jij kijkt dit op een gegeven moment. Ik denk dat je het met je vrouw en kinderen kijkt, of niet? Ik kijk het eerst al alleen. Ja. Ja. Echt waar? Kijk je meteen op de zolder. Ja. Nee, want ik weet niet, op een of andere manier wil ik dat alleen kijken. Ja. En dan, want ik kijk het ook op 2 manieren. Ik kijk echt, de eerste keer kijk ik alleen naar mezelf, merk ik. Ja, dat ik alleen maar bezig ben met, daar loop ik, daar loop ik. Dat is nou juist jouw probleem, snap je? En dan denk ik vooral, wat doe ik het goed? Weet je? Maar dan merk ik dat ik heel erg op mezelf gefocust ben. En dan de tweede keer kijk ik met mijn vrouw. En dan, dan kijk ik alles, zeg maar. Ja, dus dan zie ik jouw dingen doen en jouw dingen doen. Maar de eerste, dat is eigenlijk, ik weet niet wat het is. Maar hoe vaak eerste, ik dat stukje heb terug. Voelde dat jij die balk op je teel had van. Ja. Ik dacht, ik wil eens even zien hoe die nou op die voet ook valt. Oh. Ik zat er net niet goed op, maar ik stond er vlak naast. Ik zag het echt gebeuren, inderdaad. Ja, wij zijn echt volledig naar de tering gegaan daar, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar hoe zit jij terug te kijken, Don? Want kijk, zeg maar waar we nu dan zijn, hè, even gewoon hier in het hier en nu. Dus niet als dit wordt uitgezonden. Mm-hmm. Jij gaat er nog lachen doorheen. Ik merk bij mezelf, ik zie mezelf terug op beeld. Ik weet dat ik op dit moment echt eigenlijk vrij weinig nog kon verwerken. En dat het steeds moeilijker werd om
maar gewoon een beetje te lachen. In het begin vond ik het allemaal leuk ook echt. Maar ik zie bij jou nog een soort van gemak en rust en ja, vooral adem. Je hebt heel veel adem voor mijn gevoel. Ja, ja. Hoe kijk je terug nu op die aflevering? Ja, hoe, op dit moment, hoe ik er dan nu naar terugkijk, het is gewoon van, ik was gewoon, ja, ik weet niet, man. Ik zie mezelf ook, als ik nu terugkijk, ik zie mezelf ook een soort van, dat zien mensen dan weer niet of zo, maar ik zie mezelf in mijn hoofd een soort van mood swings maken de hele tijd. Ja. Dus de ene keer heb ik dat dan ook. Maar ik was 9 van de 10 keer altijd snel, ik ben altijd iemand die snel naar binnen keert dan of zo. En altijd maar afgaat op mijn sterkheid en mijn fitheid van oké, dan stort ik me daar gewoon op. Ja. En zolang ik dat goed doe, dan kan ik niks verkeerd doen. En ja, omdat er natuurlijk ook honderden anderen waren die, zeg maar, de psychische dingen verkeerd deden en zo. Daar kon ik weer bij afkijken. Dus dan wist ik een beetje hoe ik moest reageren op bepaalde momenten en zo. Ja, dus ik liet het maar een beetje allemaal gebeuren. Dus je hebt eigenlijk Ferry, Thijs, Mark, Maai, heb je allemaal gebruikt als een soort... ik hoorde het nu ook voor als afkijkbondje gebruikt, ja. Jij lacht, ik moet bijna huilen. dat hij ons dit flink gewoon. Ja, weet je wat ik wel mooi vind? Is dat hij floot er heerlijk doorheen. Maar er zijn hele mooie momenten dat hij zwaar gefokt is. En jeez, daar gaan we weer. Dat vind ik zo heerlijk, joh. Maar hij doet het elke keer in het weglopen. Ja. Dus dan loopt hij weg en dan zegt hij, nou, daar gaan we weer. Of bij de taal, bij Sylvia, op het moment dat hij eruit gaat, denk ik, nou, godverdomme, als je komt. Ja. En dan loop ik voorop, weet je wel. En dat deed dus ook, kwam ik achteraf later achter mij, elke keer voorop zetten. Omdat ik elke keer daardoor werd teruggetrokken met de touw, zeg maar. Dus allemaal dat soort kleine dingetjes, daar kijk ik nu ook op terug. Van, dat hebben ze expres bij mij gedaan. Want bij mij was het dan, zeg maar, maak ik gelijk een bruggetje. Van hoe ze bij mij die knop hadden ingedrukt, is dat... Oké, ze dachten, oké, deze gast is sterk. We gaan eens even kijken hoe sterk die dan wel niet is, weet je wel. Dus elk ding waar ze me dan fysiek op uit konden testen, waar ik dan mezelf maar constant 100% wilde geven, dat deden ze, zeg maar. Ja, en hoe het dan bij mij op een gegeven moment ging, was dat ik altijd maar te hard wil gaan. En altijd, omdat ik sterk ben, denk van, nou, dat is alles wat ik kan, dus dat laat ik dan ook zien, weet je wel. Ja, en als je het dan niet kan, dan ben je teleurgesteld in jezelf. Ja, precies. En als ik het dan niet kan, dan ben ik teleurgesteld. En dan voel ik me gelijk weer minder. Eigenlijk een beetje gelijk wat jij ook hebt, zeg maar dan net even een andere vorm. Ja. Ja, dat was bij mij op een gegeven moment ook wel verschrikken wat er toen allemaal loskwam. Ja, als we daar toch zijn, dan laten we even naar het moment gaan in dat bad. Even voor de mensen thuis, je bent 5-6 dagen verder, je hebt gewoon niet geslapen. We hebben in het begin best wel veel tassen van anderen moeten dragen, best wel veel energie verspild. Ook aan dingen waarvan we dachten achteraf dat had niet gehoeven. Dus er zit gewoon weinig energie nog in die tank. En dan moeten we dat bad in. En ik weet nog dat ik keek naar dat bad en ik dacht bij mezelf, ja, ik ga verzuipen hier vandaag. Er gaat iets gebeuren, maar ik kom er niet meer uit. Dat was nadat we nog die touwladder zijn opgegaan, hè? Ja, dat is ook wel goed om nog even te benaderen. We hebben een fysieke dag gehad. Want dat was daar begonnen ze jou te porren. Ja. Zetten ze hem tegen mij en ik won in principe alles van Don. We moeten nou nog steeds of inderdaad het weetje even... Bam, van daar komen we zo. Kijk, alles gaat te veel door elkaar lopen. Maar dat is wel grappig, ja. Er staat nog €500 open. Ja. Maar we gaan naar dat bad. Ik weet dat Mark en ik echt op een gegeven moment een soort van hallucinerende toestand waren. Jij was ook voor jou doen al heel moe. Maar jij kreeg het daar voor elkaar om ons twee aan een touw nog uit dat bad te rossen. Dat ik gewoon dacht... Wat vreet jij, weet je? Alleen maar koolrapen en groentesoep van Mark. Ja, groentesoep. Ja. Nee, maar ik vond dat absurd wat was daar absurd, nog... Het was absurd. Want wij zijn ook niet... Wij zijn ook niet fit. Ik bedoel, ook allebei redelijk getraind. Iets ouder dan hem, maar dit was niet normaal. Dit was niet normaal wat hij daar precies. Maar het kwam ook... Nou goed, dat gaan we straks over. Maar we waren die dag zo uitgeput al met het rennen. Ja. Dat ik heb Mars was ook die dag. Dat was die dag, dat was daarvoor. Ja. Oh ja. Ja. Snap je? Ja, en hij ging gewoon weer. Hij was gewoon weer opgeladen. En ik weet dat ik dat bad zag. En ik sprong er de eerste keer in. Ja. En ik verzoop gewoon eigenlijk elke keer. Maar ook, het was een rond bad. En hij sprong erin met die 150 kilo van hem. Al die golven. En op het moment dat wij erin sprongen... Trok ik jullie leek het alsof we in een of andere golfslagbad jumpt. Dolfinarium. En er kwam alles naar binnen. Al het water kwam er binnen. En hij... Als ik eenmaal normaal half niet zo... Dan keek ik naar voren en stond hij aan de kant. Kom op jongens, kom. Doe het voor je moeder. Doe het voor je moeder. Dat was het. Op dat punt was ik gewoon echt... Kijk, ik heb heel goed getraind van tevoren. Ik train elke dag gewoon mijn leven. Dus ik ben inderdaad ook gewoon fit. Ja. Maar op dat punt was ik ook gewoon door gaatjes getrokken... waar ik nog nooit eerder doorheen ben gegaan. Nee, kijk, als ik bijvoorbeeld in een sportschool ben... ik train echt maximaal en ik doe echt mijn best. Maar op het moment dat ik denk van... ik ga denk ik bijna kotsen. Stop ik gelijk natuurlijk. Dat is gewoon je natuurlijke stop, zeg maar, of zo. Ja. En die had ik daar ook niet, zeg maar. Nee. Dus ik ging ook echt tot de max. En op een gegeven moment, op dat punt weet ik nog met het bad... dat was echt gewoon een soort van overlevingsstand ga je er in één keer op. Toen, weet je...
ik kon het weer omzetten in agressie en ja, ik weet niet man, er kwam echt iets bij me los wat ik ook nog nooit eerder had gevoeld, zeg maar. Maar daarna brak je. Dat was de eerste keer, ja, denk ik, dat ik jou echt heb zien breken, wat nog lang geduurd heeft. En ik kreeg die hyperventilatieaanval. Ja, ja, dat vind ik niet gek. Geheimen eruit halen. Dat vind ik niet gek. Maar toen, welke knop werd er bij jou op dat moment ingedrukt? Want ja, je deed wat je wilde doen, hè? Sterk zijn en het voortouw nemen. Ja. Maar toch brak je. Wat gebeurde er? Ik weet niet of dat er dan in is gekomen, want wij staan er nu bij aflevering 5. Maar er is een moment dat Sander naar mij met me begint te praten, omdat ik iets opfok tijdens een onderdeel, waardoor ik moest zogenaamd mijn beste vriend redden en die ging dan dood. Dus ik deed iets verkeerds. Maar omdat ik, zeg maar, te hard wilde gaan. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, weet je, soms is het wel eens handig als je van een tandje terug gaat. Want anders kan je jezelf kwijtraken. Ja. Heel lang verhaal. Maar toen raakte hij mij gewoon, zeg maar. Ik kon dat, in één keer gingen er dingen door mijn hoofd die in mijn leven gebeurd zijn. Waardoor ik ook wel eens in een vorm van het altijd maar te hard willen doen, mezelf wel vaak ben kwijtgeraakt in bepaalde vormen. Uh-huh. En toen hij dat, zeg maar, zei, begon het al. Toen kwam het los, zeg maar, weet je wel. En, ja, want volgens mij begon hij ook te prikken met van, als jij nou jezelf helemaal kapot loopt, hebben jouw maten dan nog wat aan je? Ja, precies. Zo'n beetje van, weet je, dus hardlopers dus en doodlopers. Dus, en dan heb ik inderdaad het gevoel van, ik ben alles aan het geven, maar het gaat dan allemaal ten koste van alles, mezelf en mijn maten op dat moment. En dat gebeurde toen in het bad ook. Ik trok jullie letterlijk mee, maar omdat ik het zo graag wil en ik wil eigenlijk het ook, weet je, ik zei ook van, geef mij maar dat grootste deel van het touw, dan weet je, ik wil al die lasten ook om me nemen dan. Ja, tot ik daar zelf hyperventileren dat bad uitgetrokken wordt. Oh. En dan zei hij inderdaad van, hoe komt het dat een gast van 40, zo'n jonge jongen als jou het water uit moet redden? Dan denk ik echt van, ja, ik kan doseren. Ja, precies, dat was het. Ik kan gewoon niet doseren of zoiets, zei ik. Jij had volgens mij, wat die was het allermooiste moment, was dat. Dat vond ik ook mooi, want ik stond trillen als een rietje weer. Ja, jij had het heel koud. Ik was zo fucking koud. Ik heb gewoon bij mijn huis, ik heb een ijsbad. Ik wil net zeggen, ja, ik zie al vaak dat doen. Nee, maar gewoon door de vermoeidheid, man. Ja. Ja. En laten we eerlijk zijn, daar wil ik ook nog wel even terugkomen. Dat ene moment, de eerste keer dat we in het ijswater moesten, heeft Thijs mij natuurlijk nog bijna een paar keer verzopen. Dat zit helemaal niet in de aflevering. Maar daar heb ik best wel lang ingelegen. Goed, dan maak ik me gereed uit. Maar ik stond inderdaad de hele als een rietje. Ik was het helemaal kwijt. Jij inderdaad, ik kon gewoon niet doseren. En jij was ook weer helemaal kwijt. Ik was leeg. Ik weet het niet meer. Volgens mij zei jij, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar we stonden echt als drie aapjes op een rij. Echt. Ja. En dan staan die mannen daar in dat zwarte statige pak zo naar te kijken. En dan, hey, je maakt er gewoon een kutzooi van, dat soort teksten. Of dat wat hij ook zei, afrotten. Ja, je laat gewoon afrotten. Natrappen gewoon op je verneukt je hele team. Ja. Maar oké, dus we zitten even, als we een beetje chronologische volgorde pakken, er zit een heel traject aan. Er gaat een heel traject aan vooraf, voordat wij met z'n drieën over zijn. Jij, Donnie, zei toen wij, zodra volgens mij Marianne eruit ging, zei jij van, ik wist vanaf het begin dat we met z'n drieën zouden overblijven. Ja. En dat hadden we volgens mij alle drie wel een beetje. Ja. Wat voor mij, als ik erop terugkijk, dus je hebt twee edities. De eerste editie was met de hele groep en dan nog een aparte editie met z'n drieën. Alsof dat gewoon een ander programma was nog. Ja. Hoe was dat voor jou, Mark? Die... Ja, dat was meteen zo. Die eerste paar afleveringen was gewoon het soort van, dat klinkt misschien nog een beetje afstoten van iedereen die mee wilde, maar dat niet kon. En op een gegeven moment bleven wij met z'n drieën over. En toen gingen we het spel spelen, zeg maar. Want wij hadden het ook door. Maar toen we op een gegeven moment wij met z'n drieën waren, hadden we ook alle taken af. Waar we dus normaal, dan hadden we anderhalf uur. Ja, en dan was nog niet aangeharkt. Ja. Dit was nog niet gedaan. En toen we met z'n drieën waren, hebben we, zeg maar, dingen geleerd. Ja. Zaten we op een bed. Hey, we hebben alles gedaan. Hey, we hebben nog een uur. Ja. Zullen we misschien gaan liggen? Nee, we gaan niet liggen. We gaan dingen voorbereiden. Ja. Hebben we die tassen gereden? Ja. En toen, weet je, toen hadden we het spel door, zeg maar. Was overzicht. Was gewoon overzicht. Ja, maar het leek inderdaad echt net een film. We waren echt gewoon die drie musketeers. We gingen en alles klopte en alles was aan. En het was gewoon, toen had ik ook echt vaak die momenten dat ik dacht van, ik wil hier niet meer weg. Nee. Ik vind het zo vet wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Die verbroedering die we toen hadden. Weet je, we hadden al dat bij het begin. Maar toen begon echt dat vuur en we gaven het elkaar ook de hele tijd. Het was echt heel intens. Vond ik heel mooi. En ik denk dat het meest symbolische van dat we met z'n drieën overbleven was die mars, denk ik. Ja. Even leggen. Daar ben ik benieuwd naar. Ik zei het net nog tegen hem toen we hier lopen. Ik ben zo benieuwd naar die mars dat wij dus met een soort van intervaltraining moesten we doen. Ja. Met de touw zonder die tassen gelukkig. Want ik denk dat daar had het gewoon echt niet gegaan. Maar met de touw moesten we toen die mars doen met z'n drieën. 2 minuten snel wandelen, wat voor hun ook gewoon rennen eigenlijk is. Ja. Ja, ja, en dan 2 minuten sprinten of hem in ieder geval erbij houden. 1 minuut wandelen, 2 minuten sprinten. Ja.
Wel vechten details goed. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, maar dat, daar ben kijk, ik voor. Ik snap natuurlijk dat mensen thuis die dat kijken, die denken van ja, dat zal vast wel langzaam. Maar geloof me, het lijkt allemaal, het is in 2 minuten gepropt. Maar we zijn gewoon echt gewoon 3 kwartier daar. Ja, bergop. Een uur of zo, ja. 3 kwartier aan het rennen. Ja, dat is grappig. Ik kwam thuis en toen vroeg mijn vriendin ook van ja, wat was het tofste of heftigste? En kijk, we zijn helikopters geklommen. We zijn door die wormhole gekropen. Ja. Weet je, wat ook echt de overwinning was. Ja. Voor ons allemaal volgens mij. Maar de gekste dingen gedaan. Maar gewoon de mars. Dus een stukje rennen met die kutveten. Wat van mij betreft nooit meer veten mogen noemen. Want vond ik zo neerbuigend. Dat ding boven 100 kilo. Ja, de veten ook. Jongen. Maar dat stukje rennen, dat maakte zoveel los. Maar hoe kwam dat nou? Wat de fuck gebeurde daar? We waren met z'n drieën over. Het bouwde zich helemaal op, die spanning. Ja, en we hadden volgens mij die ochtend hadden we een oefening. Ook weer met hoogte. En voor jou was die ook gemaakt. Want het was met doseren. Moesten we zo'n trappetje op. Oh, dat was wel heel lang. Met die touwladder. En daar moest iedereen het halen. En dat was, maar dat was qua doseren en alles. Was zo moeilijk. Don ging als eerst. Doseerde natuurlijk geen moer, weet je wel, klom gelijk naar boven. En wij keken ernaar en ik zeg, oh, die armen van hem, die gaan vol lopen. Ik kreeg ook kramp als ik naar hem keek, man. Door. En nog even, die klauwen van ons waren helemaal verrot. Ik zag maar alsof je glasbak gedingerd hebt. Boven zaten sneeën en kloven. Alles deed pijn. Dus dat hadden we van tevoren, zeg maar. Toen gingen we weg en toen moesten we weer, weet je, wij kenden op een gegeven moment ook de weg. Dan wist je, oh ja, hier gaan we van de snelweg af. Ja. Nu gaan we richting het kamp. Ja. En toen op de helft stopte dat ding, tassen weg. Veter pakken. Ja. En toen legde hij het uit. 1 minuut wandelen, 2 minuten rennen. En dat gaan we tot het kamp doen. Ja. En wij deden dat 3 keer. Dus 3 keer een minuut, 2 minuten. En na 3 keer dacht iedereen, we dachten het alle 3. Nee, gaat echt niet meer. Dit gaat niet meer. Nee, jij met je knie. Hij zei, luister, als dat touw neergaat, stopt het hier. Ja. En dan gaat er niemand winnen. Ja. Maar dan stoppen wij er ook gewoon mee. Dan is het klaar. Besef hoe ver we waren en als ze dat dan tegen je zeggen. En toen begon, toen ging er een knop om, zeg maar. En toen wisselden we elkaar af. Toen zei hij, ik kan niet meer met mijn knie. Maar begon Don. Hey, Don, doe het voor je moeder. Voor je moeder, doe het voor je vrouw. Doe het voor je moeder op je nek. En toen zag je dat hij, zeg maar, in dat rennen hem kwijtraakte. Nam jij het over? Ja. Oké, nu hebben we langs ook. Langs die gozer. Hou die kaal in. Pak die kaal. En zo ging dat hele tijd. Ging ik voorop en en zij voelde dat aan en zij vuurde ons op en bleef maar net iets voor ons hebben. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, oké, toen zagen we de eindstreep. En toen, bijna. Weet je, we gaan niet meer stoppen nu. En toen zijn we tot het einde gerend. Ik krijg nu nog kippenvel. En wij hoorden dus later ook van de productie, hè, dat ze dus zeiden van, als wij, hun gaan dan altijd die kamer weer in, wat je niet ziet. En hun zeiden toen tegen de productie van, als wij hun een opdracht hadden gegeven dat ze iemand moesten vermoorden, dan is het gedaan. Want we kwamen eraan, schreeuwen tegen elkaar. We waren echt op een soort van killer mentaliteit op dat moment. Ja. En we schreeuwden toen ook zo op dat laatste. En toen begon ik, toen begon ik ook helemaal kapot te gaan. Want ik was toen, nog heel lang blijven tetteren boven. Pak jij nou even je maar kijk, het mooie daarvan was, en dat vond ik het mooiste wat wij toen met z'n drieën zeg maar hadden. Kijk, wat ik altijd heb, als ik een kamer binnenkom, dan ben ik altijd, en dat is ook mijn ego, die dat doet. Dankjewel. Nee, maar het is altijd een soort van, ik ben altijd aan het observeren van, ben ik hier de sterkste? Dat is een soort van, het is mijn ego die dat doet. Altijd een soort van, alfa mannetje zeg maar, altijd proberen te zijn. Zeg maar, van, ben ik hier de sterkste, weet je wel? En ik ben altijd, zeg maar, ik ben een doorzetter. Ik weet ik allemaal wel van mezelf. Maar ik heb dat zeg maar nooit vaak in situaties van anderen gekregen, zeg maar. En ik had voor het eerst in mijn leven dat ik zeg maar met 2 gasten was. Die, wat je zegt, die mij zelfs soms even moesten coachen van, hey, je gaat door en door, weet je wel. Er kwam echt een soort van bom van trotsheid vanuit mij naar jullie. Ja, weet je, dat we op dat moment deden, weet je wel. Het deed me echt aan die zo'n Rocky-scène denken, weet je wel. Dat hij met al die kinderen achter zich aanrent en het zo die trap op gaat. Dat leek het, zeg maar, een beetje voor mij. Klopt. Toen, ik was zo trots op jullie. En gewoon op ons, zeg maar, hoe ver we op dat moment stonden. En toen wist ik ook, wij gaan winnen. Dat voelde ik op dat moment. Dat wij gaan winnen. Dat was een soort kippert. En bij Erik merkte we toen ook voor het eerst dat hij emotioneel was. Voor ons had hij tranen in zijn ogen. Ja. Ik hoop dat je dat op beeld hebt gezien. Ja, als kijker. Ja. Want hij had kippenvel. Hij zei het later ook. Van,
Ja, nee, toen ging hij wel even uit zijn rol. Hij zegt, in de speech zei hij het over, nu zie ik het aan jullie. Nu zie ik dat jullie voor alles voor elkaar willen gaan. Maar we hebben die veten natuurlijk vervloekt. Maar het was natuurlijk een symbolisch ding van, je laat elkaar niet in de steek en je draagt elkaars last. Dat was ook bij die mars was dat zo. Want ik lag op een gegeven moment na 5 minuten in de rindbak met mijn mel. En toen werd ik weer opgetrokken. Ja. Toen ging jij, dat zal ik ook nooit vergeten, jij ging van, doe het voor je moeder, naar... gewoon, jij was dat schommelde en dan ging jij, ik krijg dit niet. En dan, jawel. Oh, nee. Dat was een soort hartslagmeter aan emoties. Ja, en de hele tijd waren we elkaar aan het oplappen. Ja. Echt krankzinnig maar was dat moment. Dat voelde al gewoon, wat ik zeg, het voelde op dat moment al van dat we gewonnen hadden, zeg maar. Wat daar is losgekomen. Ja, en ik kan niet wachten tot ik die aflevering kan zien. Dat is het mooiste van allemaal. Ja. Ja, en natuurlijk ook dat laatste, hoe die berg opgaan met die balk. Ja, klopt. Die kutbalk. Die heb ik ook vervloekt, jongen, dat ding. Even gewoon wat momenten voor ons. Want wij zitten met z'n drieën in de app natuurlijk. Dus we bespreken regelmatig nog wat herinneringen. Er is het moment, dat voor mij ook zo ongelooflijk mooi was, is met... Wij krijgen echt een onmogelijke opdracht. Dus je moet je voorstellen, dat zie je waarschijnlijk niet op beeld. We krijgen best wel veel les ook van de staf. Of dan leggen ze dingen uit. Nou, Bas komt ons uitleggen hoe je een kuil graaft. Hè? En dat is niet zomaar even een kuil... graven waar je in kan kakken. Nee, dat is gewoon letterlijk een ondergronds bunker. Ja, dit is echt gewoon een woonkamer. Ja, en hij legt dat dan uit. Ja, dan kom je ergens in de jungle. Dan graaf je dat uit. Met je, hoe heet die kutschep ook weer? Spitschep. Je plio. En dan ga je daarna, en ik weet nog hoe hij dat zei. En wij hadden rode, paarse vingertoppen van de pijn. En dan ging hij dus voordoen hoe je dan met je handen bladeren moest weghalen. En dan zei hij ook, ga je lekker met die ontstoken klauwen, ga je die bladeren weghalen. En dan was hij ons aan het uitleggen. En op een gegeven moment loopt hij dat hok weer uit. Nou, de volgende dag kregen we die opdracht. En ik weet nog, dat was 's nachts. En hij wilde echt dat wij gewoon een kuil graafden waarmee je naar Afghanistan kon. Het was onmogelijk. We waren kapot. Al die wortels. Er zaten wortels in die grond. Oh. Zulke dikke wortels. Gewoon zulke dikke wortels. En die zijn niet een centimeter. Nee, die lopen door dat hele bos. Het zijn verbindingswegen. Dat is gewoon letterlijk... Ja, dat is het kloppende systeem van een bos. En wij kwamen er niet doorheen. We hebben het zeker 5 uur lang lopen scheppen of zo. Besef even. Ja. Gewoon de hele nacht door. Scheppen. Ja. Ja, maar even gaan maken af. Ik dacht inderdaad op dat moment van als dit het dan is dit het. Ja, ik kan gewoon niet meer. Dit is wel een punt waarop ik wil toegeven aan de staf. Ik geef op. Het is krankzinnig wat je ons vraagt. Later kwamen we er echt wel achter, ook in gesprek met de staf, dat ze ons ook dingen hebben laten doen die niet mogelijk waren. Juist voor die onrecht. Maar Mark, die kwam daar in een soort staat. Ik weet niet wat het was. Die bleef maar scheppen. Ja. Jij en ik hebben het opgegeven. Wij zaten op een gegeven moment zo tegen die schep aan van dit kan niet. En ik zeg tegen Mark, Mark, wat ben je aan het doen? Ik zeg, je komt er niet doorheen. En dan zag ik jou weer met al je laatste kracht zo'n wortel proberen. Zo plam en dan weer die woest op. En dan, het ging gewoon niet. En dan zei hij, nee, maar het is ook compleet onmogelijk. Maar we scheppen lekker door. En dan iedere keer gewoon 3 korrels op zijn schep. En dan, ik denk, we staan hier over 8 weken nog. En hij blijft doorscheppen. Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk mochten we daar natuurlijk... hoefden we daar niet te slapen, volgens mij. We zijn wakker gemaakt. We zijn serieus, hebben we 1,5 uur gelegen in het ding. Ja. Hij moest uiteindelijk ook diep genoeg dat al onze tassen erin konden. En dat wij met z'n drieën lagen. En dat er een zeil overheen ging. Ja. Ja, dat doet het zelfs. We lagen ze helemaal gewoon echt opgebaard. Lagen we daar met z'n drieën naast elkaar. We hebben daar volgens mij echt nog wel 1,5 uur gelegen. Ja. Nat en koud. Ja. Oh. Echt tegen elkaar aan. Ja. Ik weet dat met het scheppen, jongen, was ook zo mooi. Dat jij was na een uur denk ik al takken aan het zoeken. We moeten eerst scheppen en dan moeten we pas takken. Maar na een uur zei jij van, jongens, ik ga alvast boomstammen zoeken. Zo, en stond ik... was hij weg. Ja. En Don die zat gewoon zo. Ja, hij liet mij zo kut voelen, jongen. Ik zit daar te kijken hoe die scheppen. Ik zeg, Mike, dat gaat niet meer. Ja, maar we gaan gewoon door. We scheppen gewoon lekker door. We scheppen gewoon lekker door. Hey, op een gegeven moment hebben we natuurlijk ook... dat komt heel weinig in bod. Of in beeld bedoel ik. Maar de truck, de 4 tonnen. Die vreselijk oncomfortabele bak. Die echt gewoon zorgt voor hernia's. Want je ruggenwerven schiet door je hersenen. Mooie filmpjes daarvan, hoe we daarin zitten. Ja. Dat je echt zo dat hele ding... Je zit de hele tijd zo. De hele tijd. Ja. Dat was voor ons was dat een moment om te rusten. Maar dat was vrij onmogelijk. Maar die truck die werd bestuurd door Tony Bajnik. Die krijgt geen rol in het programma. Maar leg even uit, wie was Tony Bajnik? Want we hebben nog een mooi moment met hem gehad. Wat niet op beeld is gekomen. Ja, die Tony Bajnik was gewoon een uber warrior, zeg maar. We leerden hem kennen omdat we toen een survival lesje kregen. Vlak voor die opdracht met die tent. Ja. De avond ervoor hadden we van hem een soort van survival skill. Even snel cursusje hoe je in ieder geval een vuurtje maakt. Ja. Dat soort dingen en zo.
En hij reed ons altijd in die vier tonnen natuurlijk. En het, inderdaad, het lijkt een beetje ja, echt uit zo'n film. Hij was Sloveen. Hij had een kokosmat op zijn borst liggen, jongen. Dat was gruwelijk, was hij. Ja, nee. En hij had alles gedaan. Hij was paratrooper geweest, commando's. Hij was dit een half jaar ervoor, weet ik, van Afghanistan geweest. Hij had die 100 man gered op zijn rug. En die mocht dus ook, net als de cameraleden, niet tegen ons praten natuurlijk. Dus heel erg in die bubbel houden. En toen waren we echt op een gegeven moment de weg kwijt, weet ik nog, zeg maar. Moest hij even pissen. En toen zei hij op een gegeven moment van, open mijn hart voor jou. Ja, dat was een magisch moment. Want kijk, wij hebben nul erkenning gekregen van niemand. Ja. Nee. Dus niet van de cameramens, want daar praat je niet mee. Daar word je afgeschoten. Nee. Maar ook niet van de staf. En deze man, daar keken wij naar op. Want hij had die SES-cursus gedaan in Engeland, in Schotland. Nou, daar ben je echt een baas. En hij had, op een gegeven moment was hij de weg kwijt inderdaad. En toen kwam hij dus even naar de achterkant van die truck. En er was geen productie bij, geen staf. En nee. We staan dus midden in dat indrukwekkende Sloveense bos. Alleen met Tony Bašnik. Ja. En gewoon, en ik weet dat ik toen aan het hinken was met die teen in die knie. En toen kwam hij naar ons toe en toen op een gegeven moment zei hij, are your mics on? Ja. En wij zo, no. Sorry, good. You want chocolate? Ja, dat is goed. En toen begon hij, guys, what you do here is no joke. Yeah. It's real deal. I see every course you do. Yeah. It's real deal. En toen begon hij uit te leggen wat hij allemaal had gedaan. En toen zei hij, I open my heart for you. Yeah, you are warriors. Yeah. En toen zei hij ook tegen mij, don't give up. When you step and feel pain, pain, go. Pain, go. Yeah, zo liep hij. Yeah. En wij als kleine jongens, kijken. Wow, deze gast inderdaad. Ja. En we hadden allemaal kippenvel. Want het was voor het eerst dat we van toen iemand, keken we elkaar ook aan. Echt van, we zijn echt lijp shit hier aan het doen eigenlijk. Als zo'n gast dat inderdaad tegen je zegt. Dat hadden we toen. We kregen voor het eerst van een van hun, voor ons gevoel, de erkenning die we al een paar dagen zochten. Ja, dat was fucking mooi dat moment, man. Dat is geniaal. Ja, was magisch. En om hem nog even wat meer neer te zetten. Hij doet de survival cursus in Slovenië. En dan kan je dus met hem op jacht gaan. Dan schiet hij een eland voor je af. En dan maakt hij dezelfde avond nog een jas van. Ja, inderdaad. Ja. Hij vroeg of we kwamen. Ja. Gaan we doen ook, toch? Ja, ik heb geprobeerd zijn contactgegevens te vinden. Maar ik denk dat hij al ergens op missie is. Ja. We zouden met z'n drieën inderdaad nog een keertje gaan. Gaan we plannen. Zou wel echt magisch zijn om te doen. Ja. Hey, die momenten van de nachtwacht lopen, hoe was dat voor jullie? Want voor mij was dat een beetje meditatief. Het was heel irritant, want je moest heel de tijd je nest uit. Maar het had ook iets moois. Hoe schoten de gedachten niet door je hoofd heen als je daar zo liep? Ik vond die momenten het zwaarst. Ja. Serieus. Ik heb overdag, kijk, al die proeven, dat vind ik gewoon tof. Ik heb geen angst voor hoogte en alles. En dat zie je ook in het programma. Ik vlieg eigenlijk door al die dingen heen. En ik ben 2 seconden in beeld. Oh, dan gaat nummer 11. Doei. En nummer 4, weet je wel. Maar ik vind het ook oprecht tof. Alleen die nachten, ik vond dat echt heel zwaar. Want dan liep je die rondjes, constant hetzelfde rondje. En dan ging alles alle pijn doen. Alle broodjes waren weg, want Ferry had alles al gejat. En maar dan ging alles pijn doen, weet je. Dan voelde je opeens je handen je inkakken en je knieën. En daar miste ik mijn gezin, zeg maar. Weet je? Dus, en s'nachts zijn de enige momenten geweest dat ik dacht, ik denk dat ik ga nokken, man. Weet je, dat je moest pissen en je kreeg je broek niet open. Omdat die klauwen zoveel pijn deden. Ja, echt heel pijn. En dat je met je, ik weet dus dat je met dit gedeelte van je hand een knoop dicht kan duwen. Omdat je alles is kapot. Dus ik vond die nachten, want dat vind ik ook mooi in het programma. Dan zeggen ze, nou, de recruten hebben een goede nacht gehad. Ja, dat is helemaal niet waar. Nee joh, bullshit was dat inderdaad. Wij hebben echt, zeg maar, het langste wat we achter elkaar geslapen hebben is 2 uur. Max. Max. En dan is dat echt max. Want je ging liggen en die bedden kraakten zo erg. Geen kussen, niks. En ja, dan lag je een uur en dan moest je er weer uit, want dan moest je wachtlopen. Weet je, dat was, ik vond die nachten. Ja, voor mij de same. Kijk, ik ben natuurlijk de hele tijd aan het gaan. Maar doordat ik ga, sta ik ook aan. En op het moment dat ik 1,5 uur een rondje moet gaan lopen, dan kak ik zeg maar in op dat moment. Dus ik was echt aan het hallucineren op een gegeven moment. Luister, ik zat in die 4 tonnen en ik zeg, rijdt hij nou eens achteruit? Dan stond hij gewoon stil. En ik zie op een gegeven moment vormen in die bergen. Ja. Ik was helemaal aan het hallucineren. Ja, dat klopt. Waar. Weet je nog dat wij de silhouetten van onze gezichten in rotsen zagen? Want wij met z'n tweeën. Waren we aan de trip heen met z'n tweeën. Ze hebben mijn gezicht in die rots geschilderd. Ik zweer, ik zag mijn kop. Ja. Ik zeg, Don, kijk jij ook eens. Hij zei, dat ben jij. Maar je zag dingen bewegen. Ja, je zag wolven. En je hoorde die wolven. Dat was ook vet. En die elanden, die wolven hoorde alles hoorde je. Ja, dat is een beschermd natuurgebied. Maar daar zitten dus echt wolven. En je hoort ze. En die beren. Inderdaad. Hey, op een gegeven moment, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet echt veel over gehad. Is het de laatste opdracht? Dus het moment dat wij nog geblinddoekt werden en aan de touw. Classic. Ja. Ik moet zeggen,
Kijk, wij waren super bang hè, voor die laatste. Want wij dachten dat we gegijzeld zouden worden en afgeschoten. Ja, weet ik veel wat. Ik zat laatst het kamp van Koningsbrugge te kijken. En die werden dus gegijzeld op het laatst. Ja. En weet je nog dat wij ook... We waren zo ver, wat jij zegt. We waren zo voorbereid op alles, ja. Weet je wel. Dat wij in die viertonnen zaten. En zeiden, jongens, we worden straks gegijzeld. We moeten eenzelfde verhaal verzinnen. Oh ja, dat we zeiden, wij zijn van, hadden we een heel verhaal verzonnen. Een alibi hadden we. Als we wisten dat we gegijzeld zouden worden, dat we allemaal hetzelfde zouden zeggen. We waren van een vrijwilligersorganisatie, ja, die een meisje aan het zoeken waren in het bos. Die een rood jurkje. Ja, rood jurkje. Ja, Linda, ogen. 12. Ja, maar waarom hebben jullie die kleren? Ja, we willen niet opvallen. Lijf, ja, we hadden een heel verhaal en dat hadden we toen al klaarstaan. En zo ver waren wij al. Dat we helemaal zo'n plan al hadden gemaakt. Ja, maar als je dat verhaal niet had, dan had je het weer gehoord van Bas. Ja, ja. Ja. Dus heb je geen verhaal? Ja, maar echt. Dat was geniaal. Maar die opdracht, mijn God, ja. Ik vond die opdracht dus echt geweldig. Dus misschien moet jij even vertellen wat die opdracht was. Ja. Nou ja, ik hoop dat de mensen het gezien hebben. Maar het was, kijk, ik hoorde later van Sander, die legde dit uit. Die zat bij de Kickforce. Ja, de Kickforce. Dat zijn de duikers, ja, toch? Ja. Hij vertelde echt een bizar verhaal. Hij was ooit op missie. Ergens in Zuid-Afrika volgens mij. En zij moesten van een onderzeeër naar een doel onschadelijk maken. Mm. En dan moesten ze dus duiken, 's nachts in Zuid-Afrika, pikken donker, koud water, haaien om je heen. En die onderzeeër, die kon hun niet terugvinden. Nee. Dus ze hadden wel radiocontact, maar ze konden niet zien op de satelliet waar ze waren. Ze zien niks, pikken donker. En dan ben je dus blind, lig je in het water. En dan ga je dus aan een touw met 5 andere duikers, met 1 hoofdduiker voorop. En dan aan dat touw voel je of je naar links moet of naar rechts. En dat vertelde hij en hij zei, dat is zo heftig. Ja. En hij vertaalde dat dan van, je moet een tijd in het duister verkeren om het licht te waarderen. Ja. Nou, daar was deze opdracht dus op gebaseerd, dat je de eindeloosheid, touw vasthouden, blind, niet weten waar je naartoe moet. Maar ik zal je zeggen, ik heb ervan genoten. Hey, ik heb zo gelachen. Wat dan? Dit is hoe het ging. Dus wij lopen aan de touw, alle 3 geblinddoekt. En ik loop en ik had het zwaar, jongen. Want je viel ook steeds. En je deelt je hand voor je, omdat je met die arm... En ik hoorde wel dat jullie om me heen waren, weet je wel? Dus ik wist, we zijn rondjes. Op een gegeven moment had je door, we zijn een soort rondje aan het lopen. Hoorde heel de don. God. En ik had hem ook niet lekker. Maar op een gegeven moment kwam Sander naar me en die zei... Wat is jouw licht in de duisternis, zegt hij. Dus ik zeg mijn gezin. Hij zegt, denk daar maar eens aan. Ja. En toen dacht ik opeens, motherfucker, je hebt me gewoon. Want toen... De tijd kunnen ze niet stilzetten. Dus toen had ik in mijn hoofd... Oh, dit mag voor mij 8 uur duren. Want dan ben ik 8 uur dichter bij mijn gezin. Dus ik heb 2,5 uur met zo'n smile gelopen. Liep ik tegen een boom. Maar ondertussen hoor ik hem... Godverdomme. Ja, hij was blij dat hij al goed afging. En luister, Kai. Ik hoorde Kai achter me. Die was, Staf, mag ik wat vragen? Ja, mijn zintuigen die staan helemaal open. Hoor ik nu een beer of een eland? Ja, hou gewoon je mond dicht en loop door, zegt hij. Totaal irrelevant, doorlopen. Dus hij heeft 3 uur lang te spelen, joh. Met geluiden. Zo heerlijk, mijn zintuigen. Ik vond het geweldig. Ik ging mega slecht op. Ik kreeg weer zeg maar, een soort van dat nachtdienstgevoel. Weer dat inkakgevoel. Ik viel bijna om van de slaap. Yeah. Nu zag ik ook nog eens niks. Dus ik werd letterlijk soort van bijna in slaap gebracht. Ik kreeg weer dat inkakgevoel. Hij was op een gegeven moment, dat deed hij ook 1 keer bij 1 van jullie, dat hij stil zit, dat hij zo tegen je benen ging klappen. Dat was wel lekker. Word even wakker, dat ging het wel weer. Maar ik moest mezelf, ik weet niet wat voor liedjes ik allemaal gezongen heb, want ik heb ook keihard hardop lopen zingen. En ik moest mezelf wakker houden, zeg maar. Ik vond het niet zeg maar storend van, oké, ik zie niks. Tuurlijk, dat is vervelend en het eindeloos gevoel. Maar ik dacht van, ik flikker straks in slaap en dan ben ik af en dan lig ik eruit. Ik moet wakker blijven. Ik ging sneller lopen, weet je wel. Bleek eindstand gewoon een rondje. Liep ik tegen iemand van jullie aan, weet je, weer even naar voren gezet of zo. Ik was aan het sprinten, jongen, op een gegeven moment zonder dat ik iemand... Ja, man. Dat was zo heftig. Hoe bruut waren die chocolaatjes die je dan tussendoor kreeg? Stilgezet, voelde je ze aan je hand. Dat was echt nodig. Nee, ik vond die opdracht echt heerlijk. Ja, maar toen waren we echt al langer dan... Toen waren we volle 24 uur wakker. Toen was helemaal niet meer geslapen. Nee, meer. We zijn in een grotte geweest. Zware opdrachten. Het water was volgens mij die middag nog. Daarna was het nog niet klaar. Hè? Dus we hebben dat overleefd. Maar toen zijn we nog die modderpoel ingepleurd. Ja. Toen was ik chagrijnig. Jij was boos, jongen. Mijn grootste vijand was modder. Ik vond gewoon het in mijn hele mijn arm, het was een soort botanische tuin aan het worden, man. Er groeide gewoon mos uit en zo, weet je.
Ik kon dat niet meer handelen, man. Ik vond het zo vies. Dat voel je natuurlijk ook niet als je kijkt. Maar inderdaad, dat je de hele tijd nat bent en koud en natte sokken en de hele tijd in je schoenen. Oh. En dat is de hele tijd gewoon. We hebben 10 minuten ook, droge schoenen gehad. Ja. In die hele ding. Want dat vond ik ook wel mooi om te zien. Dat zie je niet in het programma. Maar we hebben maar 2 outfits. Ja. Een buiten tenue en een binnen tenue. Ja, precies. En dat was ook zo zwaar dat je om 11 uur 's avonds nog even door die modderbak heen moest. Vervolgens in je droge tenue dat ding moest doen. En dan 's ochtends dat combat tenue aan. Wat zeikennat was. Alles nat. En weet je wat ook? Zeg maar de constante stress die je ervaarde door de druk die zij oplegde met betrekking tot je tas. Ja. Dat zorgde er ook voor dat al had je 1 seconde even geen fysieke inspanning. Dan nog voelde je spanning. Ja. Omdat je wist dat ze elk moment konden zeggen. Zijn die gespjes van die klimbroekjes. Ja, dat heeft de aflevering allemaal niet gehaald. Ja. Maar daar hebben ze ons ook kapot op gemaakt. Ja. En nogmaals voor de mensen thuis. Dat is wel echt, blijf het benadrukken. Zeg maar, dit programma wordt dus gemaakt. De staf, zij zeggen, oké, wij maken dit. We hebben een lat hoog te houden. Televisie, allemaal prima. Jullie mogen filmen wat wij doen. Maar er zit geen enkele onderbreking in. En wij doen wat we willen. Ja. Er is dus, maar hilarisch. Wij zijn toch op een gegeven moment kregen we survival les van Tony Basnik. Ja. Ja. Er was geen cameraploeg bij. Nee, wel nee. Toen dacht ik nog van, wat krankzinnig. Want we staan hier urenlang in het bos, 's nachts in de keiharde regen. Ja. Helemaal op te gaan. Sylvia kreeg knijtharde ruzie met Bas. Ja. Die kreeg zwaar te flikken. Er gebeurde eigenlijk reality-wise superveel. Ja. We kwamen terug, iedereen was gesloopt. Sylvia en Jank dit. En de productie was er gewoon niet bij. Ja. Maar om maar even die rolverdeling aan te geven. Daar hebben ze dus gewoon scheid aan. Ja. Als er op dat moment geen cameraploeg er staat. Hey, boeien, dan wordt maar niet gefilmd. Ja. Maar dat geeft wel weer voor mij dat dit is gewoon geen joke. Het is gewoon echt wat het is. En dat is denk ik ook de enige reden waarom het zo puur is. Maar voor mij is het een documentaire. Ja, wij zitten in hun documentaire. En wij zijn gewoon figuranten, hoofdrolspelers, hoe je het mag noemen. Ja. Maar wij zitten in hun documentaire. Ja. En dat vind ik het allertofste om ook te zien. We gaan 100%. En dat zie je aan. Er zit zoveel diepgang in. Als je ziet, wij weten nu zoveel meer over Wasima. Je weet zoveel meer over Sylvia. Weet je, er is niemand die een masker voorgehouden heeft. Of in ieder geval dat voor elkaar krijgt om in een rol te breien. Ja. Iedereen is daar puur geweest. Dus je gaat erin. En wat mensen zien, dat ben je. Ja, dit is echt, je komt eruit. En ik heb heel veel bewondering ook voor die andere kandidaten. 100%. We hebben het heel veel over ons drieën. Maar als je ziet wat Sylvia, wat Wasima, Denzel, Marianne. Als je ziet wat die allemaal hebben doorstaan en gedaan en grenzen verlegd. Echt fantastisch. Ja, nee. En je hebt ook met die hele groep heb je een klik. Weet je, er was ook niemand die er buiten viel of zo. Je hebt gewoon, omdat je er samen doorheen gaat, heb je voor iedereen respect. Ja, iedereen bewondering. Marianne inderdaad is nog wel bizar. Want die had het wat in mijn optiek gewoon af kunnen maken. Ja, die was zo dichtbij. Vraag moment ging zij er inderdaad uit. Ja, dat ik ook dacht van. Zij was er klaar mee. Ja. Maar je merkte ook de dag voordat ze ging. Toen we moesten slapen in die tent. Wat we toen niet deden. Ze gaan. Toen merkte je van. Zij was eigenlijk gewoon op. En, maar 48 en dan gewoon vol meegaan. Zeker. Weet je wel, haar tas. Niemand heeft haar tas hoeven dragen. Nee. Wauw, dat is echt. Zij was zo'n bikkel. Absoluut. Echt bizar. Ik weet nog op dat veld, hè, die hele heftige. Volgens mij is ze daarna ook gegaan. Want dat was de avond dat ik brak. Ja. Toen, voordat ze de modderbak in moesten. Jullie moesten de modderbak in, want jullie hadden die gespjes niet op orde. Ja, ja. Ik had het op orde, dus ik moest blijven staan met een balk boven mijn hoofd. En toen zei zij, want zij is eruit gegaan, want jij zegt op een gek moment, omdat ze door de modderbak moest. Ja. Ja, toen is ze eruit gegaan. Ik had ook zo'n haat voor die modderbak. Ik had het ook kunnen doen. Ja. Ik heb het gelukkig niet gedaan. Maar over die Marianne, ik weet nog dat wij over het veld moesten lopen. Dan moest je rennen, toch? Dus je moest die attributen allemaal onthouden. Moesten we terug rennen naar die boomhut. Zij rende met een pas, jongen. Dat was niet normaal. Die was op de brommer gewoon, hoor. Ja. Vol gas. Ja opgevoerd. Ja. Hey, die laatste dag, op een gegeven moment hebben wij het idee van, volgens mij is het klaar. Ja. Even voor de mensen thuis, wij wisten niet of het nog een dag langer zou duren. Wij wisten 7, 8. En er werd ook wel eens 9 gezegd. We wisten het niet precies. En op een gegeven moment kregen wij voorzichtig door van het is klaar. En dat kwam omdat zij zeiden, ga maar eens nadenken over wat je allemaal hebt gedaan. Ja, de productie zei dat. Ja. En ik weet toen nog, Erik zei het. Oh, Erik zei het. Oh, ja. Een heel proces, je bent bijna bij die finale, maar ga nog eens terug langs die weg. Ja. En toen weet ik nog van vorig jaar inderdaad, dat zij dan in die kano stappen. Ja. Sorry, namen spreken. Hoe heet ze ook weer? Tim en Anoushka.
Ja, Nuska. En Tim. Nuska Fontijn. Ja, Nuska Fontijn en Tim. Ja. Die moeten dan in die kano en dan moeten ze dat gesprekje voeren. Dus ja, dat moment. En ik weet nog, volgens mij fluister ik het of zo. Volgens mij zijn we bijna klaar. Ja. En jij, wat? Ja, ook helemaal in mijn zin. En ik zei, back, man. Ik wil niet dat je doet alsof we klaar zijn. Ik wil het niet weten. Ja, nee, maar ik kon het niet aan. Ik kon niet aan dat je dacht dat je er was. Ja. En dat je we nog door hadden moeten gaan. Maar jij had het door. Want we moesten, de productie begon tegen ons te praten. Ja, ik merk. Sander, volgens mij, die begon opeens. En toen zei hij, Sander, het is klaar nu, hè? En hij zei, dat weet ik nog niet, maar je moet nu wel gaan praten. Maar ik ken het dag één, ik denk aan dag twee. En toen, jullie hadden door. Ik was panisch voor al die shit. Maar dat kwam ook, omdat je mag dus nogmaals helemaal niet met de productie praten. Voor mij was dat voor iedereen wel lastig, maar voor mij... Ik ken al die mensen, want ik draai Temptation met hun en Expeditie. Dus ik ken ze vrij goed ook. En ineens sta ik dus daar in de modder met een halve gebroken tenen en een kapotte knie. En er is gewoon niemand die even zegt, hey pik, hoe gaat het met je? Gewoon. Nee. Dat was heel surrealistisch. En ik merkte ook wel dat zij het dat moeilijk vonden. Want ze hadden echt wel met ons te doen van de zijlijn. Ja. En zij werken ook hard. Even respect naar al die cameramannen die daar constant achteraan rennen. Die moesten gewoon meerennen inderdaad hoor. Ja. Niet normaal. Inderdaad. En het, want zij hebben zoveel... er is zoveel gebeurd wat niet is uitgezonden. Ja. Ik vond het ook heel mooi. Ja, ik vind het prachtig om te zien. Dus, nogmaals, hè. Nou, de recruiten hebben een goede nacht gehad en ze staan weer paraat. Dan is het denk ik het eerst, we hebben amper geslapen. Maar dan zie je ons staan, zwetend. Zeg maar, alsof we net zijn opgestaan. Maar we hebben daarvoor al weer 100 uur in die voorlichtstuk. Klopt. Zweten. Ja. En dan denk ik, volgens mij zijn we niet lekker relaxed opgestaan. Nee, gebeurt echt zoveel. Maar er gebeurt zoveel. Maar er is natuurlijk geen zak aan om ons 50 spotjes te zien maken, zeg maar. Weet je wel? Of 3 kilometer zien lopen. Maar die cameramannen ook, rennen, meegaan, dit en dat. Ja. Bizar. Hoe vonden jullie dat eind nou? Dat met die balk. En dat was het dus ook. En ik weet niet of dat er dan is gekomen. Dat we die initialen op die balk moesten zetten. Toen dacht ik al van, wacht even. Wat gaat dit? Daar ben ik ook zo gefokt van. Moesten dus onze initialen in die balk zetten. En dat representen dan je lasten, weet je wel. Je moest er ook eentje uitkiezen die jou moest representen. Nou, ik natuurlijk die grootste weer pakken stoer doen. En die initialen erin zetten. En toen halverwege lagen die balken daar. En hun staan er zo. Ik zie zo'n hele... Ik weet precies, zie het nog helemaal ingefotografeerd. Is het zo'n die berg helemaal. Helemaal over Kroatië. Ja. Dat zag je op een gegeven moment in de verte, weet je wel. En dat ze zeiden van, jullie zijn er bijna. Maar jullie gaan nog één ding doen. En dat is jullie lasten. Ja. Die berg op. En, ik begon helemaal... Ik kon om alles janken toen op hem. Ja, man. Zo heftig, man. Gewoon elk klein dingetje. Was zo mooi. En dat we daar naar boven liepen. Dat was een slijtageslap. Ik had ook die balk van mij. Die was gewoon net te onhandig, weet je. Was net iets te zwaar. Maar ik wilde in het begin ook eigenlijk gewoon kick doen tegen die gasten. Van ik pak geen ct-prikken. Nee. En ik liep met dat ding, ik heb mezelf vervloekt. Eerst heeft hij me halve teen gebroken. Daarna moest ik hem een berg op tillen. Ja. Ik had echt een hekel aan dat ding. Maar dat was die berg ook, hoor. Ja, dat was echt een rotberg. Ja, dat was niet normaal. En hoe jij daar tegenop beukte, het was niet normaal. Het was niet te doen. Nee, dan ging hij ook weer, ging hij in die overdrive. Ja, toen voelde ik, dit is het laatste. Nu alles. Nu één keer alles. Ja, dat maar dat heeft ook gewoon nog twee uur geduurd. Ja, man. En dan komen we daar boven. En toen stonden we, werden we opgeleid. Nou, toen wist het 100% zeker. En ik weet nog, wat ik het meest bijzondere vond, was dat hij zei, nummer 4, doe je band af. Ja. Ja. En toen zei hij, toen noemde hij voor het eerst mijn naam. Ja, toch? Zo ging het. Ja, ja, ja. Ja, gelijk Kai. Nee. Doe je band of nummer 4, doe je band. Ja. Kai. Ja. En dan gaf hij die speech. En dan gaf hij die speech. Maar dat hij gewoon je naam noemde. Zo en raar, je zag ook ineens die verzachting in hun gezicht. Ja. Holy shit, wat een moment, jongen. Ja, was mega. Was echt mega. Onbeschrijfelijk. En echt, wat ik zeg, ik zei het toen ook al in die 4 tonnen met jullie. Ik ben echt van jullie gaan houden. Ja, man. Echt waar, man. Het is echt wat je daarmee... Weet je, je hebt een zat programma's meegedaan. En dan spreek je iemand die je dan, waar je dan mee hebt gedaan. En dat verwatert dan weer allemaal, weet je. Maar wat wij daar met z'n drie hebben gedaan. Het zijn echt broeders voor het leven. En dat zeiden ze toch ook van... Kijk, wat jullie hier doen... Je kan het 100 keer gaan vertellen en mensen kunnen het gaan kijken. En dan nog weten ze niet hoe zwaar het was. Maar wij hoeven elkaar alleen maar 1 keer in de ogen aan te kijken. En wij weten precies wat we daar gedaan hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat gevoel, dat je dan, zeg maar, wat je met elkaar hebt en zo. Ja, dat is het mooiste cadeautje wat je ooit kan krijgen in je leven. Echt, echt hè? En op het eind waren hun ook emotioneel daarom. En dat was ook wel weer mooi, omdat... Ja, je hebt zo'n gekke band. Je hebt zoveel respect voor ze, maar je vervloekt ze ook. Het is alles in één. En dan op het eind is dat allemaal weg. En dan is alleen nog maar die waardering van hun... Waar je dan 7 dagen voor geknokt hebt. En die krijg je dan ook eindelijk. Die krijg je dan eindelijk. Ja.
En het is ook wel grappig, want ja, Sander, dat was jouw grootste kwelgeest, denk ik, of niet? Ik weet dat jij mocht Sander niet zo, geloof ik, nee, in het begin. Nee, luister. Ik mocht Sander juist wel. Alleen hij mocht mij niet. Dat was verschrikkelijk. Want elke keer ging hij dingen uitleggen. En dan was hij tegen jullie, zei hij, nee, Akai, je moet zo je hut bouwen. En dan stelde jij een vraag van, oh, kan je dat met takken doen? Ja, zo, natuurlijk kan je dat met takken doen. En dan weten jullie hoe je vuur maakt. En dan zei ik, nou, met mos. Wat een mos? Hoezo? En ik dacht, dude, ontspan. Ik weet het, ik... Of ja, dat vind ik moeilijk. Ja, dat vind je moeilijk. Ja, ja, vind je moeilijk. Moeilijk. Ja, dus op een gegeven moment zei ik tegen jullie ook. Ik zeg, hé man, ik weet het niet met die Sander. Maar die Sander mag mij niet houden. Maar hij kwam toen naar me toe, tussendoor. En toen zei hij, hey, luister, het is niet dat ik jou niet mag. Maar ik herken heel veel in jou. Dus ja, dat is het. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, ik heb ook niks tegen jou. Ik zeg, maar je hebt me. Jij kan me door me aan te spiegelen. Kijken. Oh, je kijk dwars door me heen. Ja. Maar hij zei, ik had hem hier in de podcast toch een paar weken geleden. Hij zei wel echt dat hij hekel aan jou had. Ja, nee. Nee, hij had mega veel respect voor je. Nee, dat is een mooie gast. En ook wel grappig om te zeggen. Kijk, we hebben ook wel echt mega veel gelachen, toch? En zeker in het begin met Thijs en ook met Henk nog. En met Sylvia ook, want zij was voor het moraal van de groep. Kijk, dat vroegen heel veel mensen aan mij. Van, maar hoezo val je niet een keer uit tegen die Sylvia? Ja. Of tegen die... Zeg maar... Ik vond eigenlijk, zeker in het begin, vond ik het heel fijn dat Sylvia erbij was. Want voor het moraal van de groep was ze prima. Ja. Want ze heeft ons echt laten lachen. Ja. En ik hield ook wel van een geintje in het begin. Op het eind werd het wat moeilijker, omdat je gewoon geen pit meer hebt. Maar dat houdt wel die sfeer erin. En we hebben ook zo gelachen met z'n drieën, omdat Thijs, die had zo'n soort fete met Bas. En toen op een gegeven moment, dat ging echt in zijn hoofd zitten. Hè? En ik weet nog dat die stretcher lag bij ons in die bunker. En op een gegeven moment zegt hij, ik heb eens naar die Bas zitten kijken. En het is eigenlijk gewoon een hele grote kabouter. En ik moest, ik moest nachtwacht met hem lopen. Ja. En dan zei hij dus de hele tijd tegen me van... Maar zo'n Bas, hè? Hij kreeg hem zelf. Hij zei, wat denkt hij wel? Nee. Dan zegt hij tegen mij, en dan ging hij zo een beetje staan... Ga die mensen eens helpen. Je denkt alleen maar jezelf. Ziet die Bas niet dat ik mezelf niet eens kan helpen? Wat verwacht hij van mij? Ja, dat moment toch ook hoe hij het in zijn hoofd haalt om tegen hem te zeggen over nou, jongen, jongen. Wat weet jij er nou van? Ja. Hij was echt gewoon op alle staten was hij. Ja. En jij kon hem zo goed nadoen. Ik ben zo vaak zo geschrokken dat ik met die tas bezig was en dat ik dacht, ik moet mijn tas hebben. En dan deed jij zijn stem naar. Maar het was 100%. Het was 1-1. Dan liepen we gewoon in de huid. Rillingen over mijn rug, jongen. Oh, met drooghok, Dus ze konden gewoon elk moment konden ze of boven komen of dat drooghok in. Ze kwamen nooit voor het plezier, weet je. Ze kwamen nooit om iets leuks te melden. Dus je kreeg altijd op je Lazarus. Dus op een gegeven moment, iedere keer als die trap opliep, was het van... Doe die tas af! Ja. Bidon vullen! En dan was iedereen gelijk helemaal nekhaar overeind. Ja, alles was met een punt. Ja, we hebben ook echt gelachen, zeker. Ja, en gelachen ook. Ja. Absoluut. Hey, even heel cliché en gewoon even corny. Maar mooiste momentje hebben. Ja, één ding wat gelijk bij je naar boven komt. Ja, die mars met z'n drieën. Ja. Dat vind ik het mooiste. En voor jou? Moet jij wat anders zeggen? Ja, ga ik het anders zeggen. Zeg jij wat anders? Ja, dat is wel moeilijk. Ik vond die mars namelijk ook echt... Dat vind ik moeilijk, hè? Zo vet. Zie ik aan. Vind je moeilijk, ja. Maak nou zo'n keuze, man. Er waren heel veel momenten. Want ik vond ook dat ik zo kapot ging. En dat ik die dag daarna mezelf kon opbouwen. Dat, met hulp van jullie. Hè, want ik heb heel veel aan jou gehad. In de dag daarna. Omdat wij moesten toen dat individuele programma afgaan. Weet je, de hele dag. Dat veld. En ik, Don, die ging met alles te snel. En daardoor won ik... Of laat ik het zo zeggen... Daardoor hield ik hem in ieder geval bij, zeg maar. Of ik hield hem scherp. Dus dan had hij weer te snel opgeschreven. Dan miste die twee dingen. En ik had wel alles. En daardoor groeide kwam ik weer zo in mijn kracht, zeg maar. Mag ik je even. Dus, en dat vond ik ook een heel mooi moment. Dat hij eigenlijk helemaal niet goed kon, is hij echt heel... Ja, precies. Ja, helemaal gaan groeien, nou top. Nee, maar dat was voor mij een heel mooi moment. Want ik was echt radeloos, reddeloos. Ik had geen... Ik dacht echt dat ik... Ik zei dat ook toen in die bus. Ik zeg je heel eerlijk, ik was echt met een gedachte er ook heen gegaan van ja, weet je... Al breek ik een arm. Ik ga echt door. Ik ga echt niet opgeven. Ik ga door. Maar ik denk... Echt waar, als ik daar alleen had gestaan uiteindelijk, dan was het me niet waard. Ik heb zoveel aan jullie gehad, dan was het me echt niet waard. Moet jij even realiseren dat je die kuil moet graven in je eentje met die wortelen? Man, alsjeblieft. Nee, zonder jullie had ik het echt niet gedaan. Dan had ik ook gezegd, als hun er nu uitgaan, dan kap ik ook mee. Want dan wil ik gewoon met hun naar huis. Ga je niet in mijn eentje dan op die berg staan, hey, ik heb gewonnen of zo. Nee, echt niet. Nee, we hadden elkaar echt nodig. Een soort van, als je er van tevoren over nadenkt, nou zou wel vet zijn als je daar in je eentje staat of zo, weet je wel. Maar op dat moment, wat je met elkaar dan hebt, denk je van, nee man, ik wil het met jullie doen. Nee, dus
klopt. En dat is ook wel leuk aan dit programma. Is dat geen, je speelt elkaar niet weg. Geen wedstrijd, nee. Je doet het met z'n allen. En het, ja, dit uiteindelijk maakt nog wel het mooiste, vind ik dan. Zeg maar, dat je uiteindelijk met mensen bent die dan echt alles geven. Ja. En daar het ook dan mee haalt, zeg maar. Dus ja, dat was... Wat is jouw mooiste moment dan? Ik denk ook wel de Mars. Maar om er dan nog één bij te pakken is... Die krijgt waarschijnlijk een ondergeschikte rol in de aflevering. Dus de kijkers krijgen er niet veel mee. Maar we zijn nog in een grot geweest waar we eten hebben gemaakt. En toen kregen wij van die lange bokworsten. En dat ging eigenlijk, dat vuur maken, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Hè? Ja. Ja, we maakten goede fikkies en zo. Ja, hè? Dat ging allemaal. Ja. En we zaten in die grot, joh. Die zat helemaal blank van de rook en weet ik het allemaal. En wij waren echt lekker even gewoon een barbecuen. Worstjes erin en waren het lekker paprikaatje aan het snijden. En dat die Erik toen ook binnenkwam. Wat zijn jullie aan het doen, man? Maak er gewoon een soep van. Ja. Pleur gewoon alles in de pan. Laat het erbij op maar vreten. En ook, maar wij dachten, nee, we gaan die worst gewoon lekker bakken. Ja, man, ik dacht ook, we eten hem gewoon op, hoor. Ja, die maar ik weet wel, toen ik hem op had, was dat er veel boter in geflikkerd. Hij viel op mijn maag. Ja. Ik moest heel de avond steken in mijn maag toen. Ja, ja. Dat steken toen inderdaad. Maar dat, inderdaad, dat we daar aankwamen, het was maar groot. Het was eerst een spleet in de grond. En daar zat die grot zeg maar in verweekt. Ja, zeg maar. Dat was ook zo lijp. Hè? Dan moesten al die spullen doorheen. Alles moest eruit. En zo. Ja, ik ben zo benieuwd naar die volgende aflevering. En man. Toen wist hij, deze man, echt, die heeft een kompas in zijn reet, ouwe. Ja, dat is normaal. Dat was echt, dat vond ik ook heel indrukwekkend. Ja, dat jij s'nachts door dat bos de weg terug wist. En dat vonden zij ook kut. Schrokken ze zelf van. Dit was weer onrechtvaardig van ze. Dit was weer zo'n moment dat ze ons konden prikken. En jij bracht ons terug. En toen zei oh. Je hebt het gevonden. Ja, echt hilarisch. Wat had ik nou nog? Ik heb nog één dingetje, man. Wat me ineens te binnen schoot. Ook hilarisch. Nou ja, misschien kom ik daar zo. Oh ja, nee. Laat ik nog even tot slot dan. Mooiste les. Wat ze hebben natuurlijk ook. Ze gaven best wel mooie quotes ook. Is er iets blijven hangen? Wat is... Nou, die Sander, die was voor mij gewoon... dat was echt een soort mentor, was het, weet je wel? En er was één quote toen... Dus de aflevering 5 ga ik helemaal kapot. En dan krijgen we de ochtend daarna krijgen we een uur rust. Mochten we een tentje bouwen. Je hebt een kwartier om een tent te bouwen. Maar toen mochten we een uur slapen in het bos. En het was, ik weet nog, het was warm toen. Weet je, het was in ieder geval niet koud. We werden gek geprikt door die muggen. Ja, maar ik kon er niet pitten. Ja, alleen... Want ik lag toen ook in een soort wespennest. Had ik ook niet goed gekeken. En ik lag. En ik was helemaal leeg. Toen voelde ik hier een wesp meer. Maar ik had het al opgegeven. Het maakte hem al niet meer uit. Maar als ik stil lig dan zo. En toen kwam Sander naar me toe en toen zei hij zegt, hoe gaat het? Ik zeg, ja man, ik ben op zo'n laag punt. Ik zeg, ik ben wel stabiel, maar wel stabiel heel laag. En toen zei hij zegt, oké, wat je voor moet houden, wijsheid is als water. En water gaat naar het diepste punt. Hij zegt, en daar zit jij. En jij moet nu met je wijsheid, moet je weer omhoog gaan. En die dag ga je vandaag maken. Jij gaat vandaag weer omhoog met die wijsheid. En dat vond ik heel vet. En toen zei ik, ja, ik zeg eerlijk, ik weet niet eens of ik nog moet blijven. Ik zeg, want jullie hebben me kapot gemaakt. Ik zeg, en die fysieke dingen, die, weet je, dat vind ik gewoon tof. Maar ik heb wel mijn doel bereikt. Jullie hebben me gebroken. En toen zei hij, nee, maar je moet blijven. Die boys hebben je nodig. En je moet tot het einde, weet je wel. En dat bouwde je weer zo op. Ja. En ik vond die zin van wijsheid is als water, dat vond ik heel vet. Ja. Ja. En die met dat licht in de duisternis. En ik zal hem niet kunnen herhalen, want die man kan het ook mooi vertellen. Maar die licht in de duisternis, dat was ook echt een quote. Je moet in de duisternis verkeren om het licht te waarderen. Dat was hem. Nou. En voor jou? Ja, kan je eens mijn telefoon aangeven? Want dat wil ik eigenlijk gewoon even voorlezen. Ik zit erover na te denken. Nee, dat omschrijft wel echt wat het voor mij heeft gedaan. Want die Sander heeft mij toen een berichtje gestuurd. Ja. Als ik het voorlees, dat is echt precies... Wat een baas is dat? Hoe hij dingen... De achterste daar, oh ja. De grootste. Ja, de grootste. Wat heb je nou geleerd, jongen? Ik ga hem voorlezen. De zwaarste. Met het meest geheugen. Ik ga hem voorlezen, want het laat wel echt 100% zien... 100% batterij. Wie hij zeg maar is en... Hoe die me toen aansprak, toen dacht ik echt van, ja, dit is precies spoor aan. Even kijken. Ja, want wat een baas. Echt, ja, nogmaals, hij fokte me, maar wat een baas is dat. Ja, absoluut. Ja, mega. Echt. Hier, komt-ie. Dit was toen ik eenmaal thuis kwam en toen had hij me een bericht gestuurd. Hey Don, gast, wat ben jij een prachtige kerel met een leeuwhart. Ik hoop dat je dat zelf inmiddels ook bent gaan inzien en voelen. Ik herken veel van je onzekerheid. Ondanks mijn stoere achtergrond heb ik daar ook lang mee geworsteld. Altijd maar vechten en alles geven. Vaak voor anderen en ten koste van mezelf. Als ik dan zie wat voor groei en stappen jij hebt gemaakt de afgelopen periode, voel ik een trots die ik maar zelden ervaar. En dat op zo'n jonge leeftijd. Kon je jezelf maar eens zien door mijn ogen.
Het maakt me dankbaar dat ik een onderdeel mocht zijn van dit proces en het was een absoluut voorrecht om je op deze manier te leren kennen. Je gaat nog veel mensen inspireren en helpen en daar hoef je niet eens je best voor te doen, want je bent een geboren leider. Blijf dicht bij jezelf, bij je adem en leef vanuit je hart. Take care. Punt. Ja, prachtig. En dat omschrijft ook wel gewoon echt wat het met mij gedaan heeft. Dat, ja, ik heb wel lachen elke keer om van, oh, ik kan niet doseren en zo. Dat is een paar keer een lollig moment geweest. Maar het was wel echt iets serieus, zeg maar, weet je. Ik heb altijd, zeg maar, altijd maar zoveel willen geven. En dan ging het vaak ten koste van mezelf of van dingen. En dan raakte ik vaak echt mezelf vaak kwijt in mijn gedachtes. En ik doe dat niet meer. Ik ben echt gewoon vanuit mijn adem aan het leven. Gewoon, ik ben in dit moment en ik weet wat ik ben, zeg maar. En ik hoef dat niet te bewijzen voor iemand of wat dan ook. Dus ja, dat was gewoon echt een hele mooie spiegel vol gekregen door dat en het toen nog echt gaan inzien. Ja. En die neem je dan mee naar huis. Ja, dan ziet dan in zo'n berichtje ook nog, weet je, van zo'n gast. Als je dat dan nog van zo'n gast hoort, ja, dan steek je me helemaal in je pocket, zeg maar. Ja, man. Dan heb ik echt iets van, ja, wat gaat mij nou nog... Nee, ja, heel tof. En die gasten stuk voor stuk. Ja, ik had ook een mooi bericht van hem gehad. En ik, alleen dat begon met Kai. En dan precies hetzelfde, toch? Ja, nee, ik had hem ook. Ja. Alleen begon die met Mark. En nee, ja, bij mij was het iets van, nou, want jij bent perfect. Jij was al perfect. Ja, en je hebt niks geleerd, want je was al zo. Nee, ik weet nog dat ik erin ging. En dat volgens mij toen in die quotes vooraf. Trouwens, die quotes, mensen denken dat dat daarna is. Die quotes zijn vooraf opgenomen, ja, maar dat is goed gedaan. Want het komt allemaal tot z'n recht. Maar dus toen vroegen ze, ja, wat wil je daarna gaan doen? En voor mij was het van, ja, ik wil dus helemaal weg uit die comfortzone. Ik had mijn leven best wel goed op de rit, weet je wel. En ik kan, vind ik, makkelijk relativeren. Vaak met humor kom ik wel met een hoop weg. En ik wilde wel eens weten wat er van me overbleef als dat eraf gepeld werd. En dat was die knop wel die ze bij mij indrukte. En ik weet nog echt dat ik tegenover die Bas en... hoe heet die? Bas en Erik zat. Ze hadden natuurlijk net die teen. Ik was kapot. Volgens beeld van Jazzy. Ging over kinderen. Nou, roept. Huilen. En toen dat hok in. En toen zei hij, wat denk jij nu? En toen zei ik van, ja, krijg allemaal lekker de tering. Dat zat ik nu denken. En toen zat ze ook gewoon... Ja. Gewoon zo, maar ze snapte het ook wel een soort van. En toen zei hij later van, wat wil jij nou van ons leren nog? Dat vroeg hij zo. Toen dacht ik, zo'n goede vraag. Maar ik zei, ja, ik ben nu zo kwetsbaar. En er is helemaal niks meer over. Ik heb geen handvaten meer. Ik kan het niet meer met humor doen. Ik kan het niet meer relativeren. Ik ben gewoon op. Hoe kom ik, waar ik nu ben, toch weer daar? En toen begon hij ook met een verhaal over referentie vergroten. En toen zei hij ook zo, deed hij, joh. Het enige wat ik doe is jouw referentie vergroten, man. Zo, gewoon zo. Van, stel je niet aan. Ja. Weet je wel, dat als jij dadelijk in een situatie komt in je dagelijkse leven, dat je altijd terugdenkt aan dit en dat je denkt, ah, weet je, dit is een makkie. Ja, en dat hebben ze verdomme wel echt veroorzaakt voor ons allemaal. En ik ben ze dankbaar, want ze zitten natuurlijk allemaal met z'n vieren te kijken nu. Met chips en popcorn. In met vrouwen en kinderen erbij, denk ik. In een airsquad stand. Ja. Met een voorlichter. Met een veter. Maar nee, jullie allemaal bedankt voor het luisteren en of kijken. Mannen, bedankt voor jullie komst. Het was gezellig. Ja. Volgende keer in de kroeg. Wil je nog wat zeggen? Wil je nog wat delen met de mensen? Cool. Jij, Mark? Ga jij maar eerst. Het hoeft niet, hè? Dat is mooi. Nee, ik zou gewoon zeggen, voorlichtsteun. Voorlichtsteun. En gaan. Daar houden we hem op, jongens. Dank jullie wel. En vergeet niet te abonneren, te liken en dat soort rotzooi allemaal. Tot de volgende. Doei! Yo! Oes! Oes! Oes!